We zijn hier bij het Saans Medisch Centrum en ja, bij een geweldige actie. Vertel. Ja, twee weken geleden reed ik naar huis en toen hoorde ik dat 538 een actie ging doen voor de voedselbanken. En toen dacht ik, dat moeten wij ook kunnen in het ZMC. Dus ik heb onder andere Karin Silver, collega hoofd van mij, gemobiliseerd om te kijken wat we kunnen gaan organiseren. En binnen anderhalve week is dit het resultaat. En dat gaan we nu vandaag wegbrengen naar de voedselbank. Ja, maar op welke afdeling werken jullie? Ik werk als hoofdzorg van de afdeling beschouwend, dialyse, polyklinieken en oncologie. En ik werk op het operatiecomplex als hoofd. We gaan dat brengen naar de voedselbank in Assen-Delft. Ja, daar zit het distributiecentrum. Ja, hebben ze onze komst al verwacht? Zeker, ik heb de afgelopen anderhalve week regelmatig contact met ze gehad over de voortgang. En vooral ook contact gehad over wat ze wel en niet willen hebben. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we met spullen komen waar ze echt wat aan hebben. Dus ze weten dat we eraan komen. Instappen! Ja, instappen. Gaan? Gaan we doen. Deze geweldige actie kan natuurlijk alleen als er medewerking is van de logistiek. Zo wil de Viege het vervoer belangeloos wel beschikbaar stellen voor het Saans Medisch Centrum. En dat gaat over de provinciale weg naar Assen-Delft. Daar aangekomen moet alles natuurlijk uitgeladen worden en vele handjes maken dan licht werk. Maar liefst 7 rolcontainers werden er meegevuld, tot groot genoegen van de medewerkers. De dankbaarheid is dan ook groot, maar daar gaat het volgens het ZMC niet bij blijven. We staan hier in het magazijn van de voedselbank Zaanstreek. We hebben net een enorme donatie gekregen van het Saans Medisch Centrum. Ik sta hier bij een van de 7 rolcontainers die mensen van het Saans Medisch Centrum net gebracht hebben. Namens voedselbank Zaanstreek wil ik het alle medewerkers van het ZMC heel erg bedanken voor hun gigantische donatie. Het blijft maar doorgaan, maar we zijn er heel blij mee. En zijn jullie nog naar iets speciaals op zoek of is alles welkom? Ja, wij zijn eigenlijk rupsje nooit genoeg. We zijn altijd blij met wat we krijgen. In die zin is het niet zomaar aan te geven wat wij nog specifiek willen hebben. Lang houdbare producten, daar doen we het mee in de meeste gevallen. Dat is wat we graag ontvangen. We zijn hier aangekomen bij de voedselbank. En wat is het gevoel? Nou, het is super welkom wat hier allemaal gebracht is. En het geeft zo'n goed gevoel dat we zo'n volle vrachtwagen hebben kunnen brengen. En men is hier zo dankbaar. Dus fantastisch. Ja, warm hart. Echt een warm hart voor de Zaanstreek. Fantastisch. Want in deze tijd, we zijn nu genoodzaakt binnen te blijven, thuis te werken, scholen dicht. Hoe gaat het ZMC daarmee om? Ja, wij gaan natuurlijk gewoon door. Wij moeten zorg leveren. Dus wij moeten wel door. Dat is prima, want dat is ook onze core business. Daar zijn we een ziekenhuis voor. Dat we dit dan kunnen doen voor al die mensen die nu thuis zitten en die het een stuk slechter hebben dan wij, dat is onbeschrijfelijk. Hoe een goed gevoel ons dat geeft. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is dit voor herhaling vatbaar? Ja. Zeker. Ja, zeker. 100%. Ja, absoluut. Ja, we gaan dit zeker nog een keer doen. Dat roept ook iedereen. Waarom hebben we dit niet eerder bedacht? En we gaan het nog een keer doen. En niet alleen met kerst, maar ook op andere momenten. Ja. Ik dank jullie voor jullie actie. En bedankt voor dit geweldige idee.